Nu is het podium voor de zelfverzekerde Melissa. Wat ga je zingen vanavond? Ik zing een heel mooi nummer van Marco, De Bestemming. Laat ons zien dat jij de weg kan vinden. Ga ik doen. Dankjewel. Lig op mijn rug in het gras en een schouder aan. Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Oh, wow. Waarom we worden geboren en straks gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Dat is wel mooi. Nice. Laat me zien. Ik kijk niet meer, jongens. Laat me voelen wat ik geef. Twijfel. Dali, Dali, Dali. Maar één moment, zodat ik weet dat alles niet voor niets is. Fuck it. Nee. Lekker, Pink, lekker. Yes. Ik zat net zo lekker in. Jeetje, Melissa. Wat een geweldige auditie. Dank je. Niet normaal. Wij zijn nog steeds hartstikke blij met Dali, maar... Ja, jongens, dit is jullie zo gegund. Het is misschien wel een van de optredens waarin iemand zich het meest inleefde in de tekst. Ik vond echt dat je daarmee jezelf ook ontsteeg. Dank je wel. Dank je wel. Mooi, hè? Ik denk dat... Theo de hot seat lekker warm voor je heb gemaakt. Met een kuiltje. Met een kuiltje. Ik vond het erg mooi. Dankjewel, heel erg bedankt. Ja, het is heel spijtig voor Theo. Hij moet de hot seat verlaten. Wij weten wel waar jouw bestemming is. En dat is bij ons in het team. Yes. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Op dat Theo de wildcard heeft. Dat zij dan blijft zitten. Dat zou mooi zijn. Nou jongens. Ja, jammer, maar ze was heel goed. En we hebben nog een kans. Ik geef het niet op. We gaan voor de wildcard. Yeah! Yeah! Goed. Ik heb het goed uit. Ja, Melis. Dankjewel. Goed, man. Super, super, super. Wat ging je lekker? Je zat er lekker in. Ja, het was boem. In het begin was het... Maar je stond er lekker te zingen en het ging allemaal goed. En, ja. Je blijft nog even, want je gaat op de hot seat. Ja, je mag ik ga even zitten. En blijf zo lang mogelijk zitten. En geniet ervan. Dank je wel. Hey. Ah. Heerlijk, lekker zitten.